to my crib. Amai. Ik denk dat het het eerste is dat ik iets in deze vlog zeg vandaag. Sorry misschien als ik niet zo hard praat, maar mijn papa slaapt al daar. Dit is nu mijn kamer. Dit was heel vroeger mijn kamer. Dan had ik hiernaast de kamer. En was dit mijn zusje haar kamer. En toen ik ben verhuisd, uit huis ben gegaan, heeft mijn zus mijn kamer hiernaast ingenomen. Dus nu zijn eigenlijk beide kamers van haar. Hier hangen ook allemaal oude foto's en zo van haar. Maar ja, maakt niet uit. Dit is nu mijn kamer terug. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar vandaag heb ik met Sam de video opgenomen. Dus het was best een emotionele dag. Je ziet het ook aan mijn ogen. Er zijn wel wat traantjes gevloeid. En ja, ik heb nog goed met Sam gepraat. Dus dat was wel fijn. We zijn zeker niet met ruzie of zo uit elkaar. En we zullen elkaar altijd graag zien, dat weet ik zeker. Dus dat is wel leuk dat we dat op zo'n volwassen manier allemaal kunnen doen. Maar het blijft natuurlijk moeilijk en pijnlijk. En dat is niet fijn. Maar ja, oké. Het was een emotionele dag. Daarna ben ik mijn zusje naar Antwerpen gaan doen. En zijn we nog Burger King gaan eten. Not good. Voor de fitness, maar emotionele eter right here. Dus als ik mij niet zo goed voel, dan eet ik. Dan eet ik niet nog gezonde dingen. En je ziet het ook wel aan mijn huid. Mijn huid was heel de week wel goed. En dit weekend heb ik slecht gegeten. Dan heb ik allemaal pukkels. Ik ga na deze emotionele dag hier mijn bed in kruipen met Kiki. En hopelijk goed slapen. En ik zie jullie morgen vroeg als ik wakker word. Slaap wel iedereen. Tot morgen. Night. Maar ik heb echt niet goed geslapen. Ik ben pas zo'n, ik denk, 2 uur in slaap gevallen. Ik was deze morgen om 7 uur klaar wakker. Heel veel gepiekerd. Maar oké. Okay. Nieuwe dag, de zon schijnt, dus daar ga ik mij aan optrekken vandaag. Maar als eerste van de dag waar ik mijn dag mee ga beginnen, is met het editen van de video. Van Sam en mij van gisteren. Dus leuk gaat dat niet zijn. Ik vind het gewoon zo spijtig. Langs de ene kant dat ik die dingen moet delen met de buitenwereld. Allee, ik moet niks natuurlijk. Maar langs de andere kant weet ik dat er veel mensen zijn die dat wel verwachten. Maar ja, we hebben er natuurlijk voor gekozen. Allee, ik heb er altijd voor gekozen om een openbaar leven te hebben. Met Instagram zowel als YouTube. YouTube nog meer als Instagram, want Instagram is redelijk oppervlakkig. Zijn foto's en op zich is dat niet zo in detail als YouTube. Maar ja, ik heb er natuurlijk voor gekozen. Maar zo'n dingen als dit zijn gewoon pijnlijk. Allee, een relatiebreuk is sowieso pijnlijk voor iedereen, denk ik. En als je dat dan nog eens zo moet delen en moet filmen en dat nog eens zo echt moet uitspreken, dat is gewoon pijnlijk. Oh. Deze video editen, amai. Dat is denk ik de hardste video die ik ooit heb moeten editen. Dat is niet echt fijn. En ik zit nog maar op 2 minuten. En ik moet nog 12 minuten gaan.
sucks, hè. Ik heb de grootste edits gedaan. Ik ben blij dat ik daar vanaf ben. Heel kut. Oh, waarom moet ik altijd lachen als ik verdrietig ben? Merk dat ook in de video die ik net heb geëdit. Als ik verdrietig ben, dan lach ik. Maar oké. Okay. De video is zo goed als af. Dus ik ben blij dat het af is. Nu ga ik even een beetje tot rust komen. En dan ga ik zelfs naar kantoor. Oké, change of plans. Hey, ik ga niet naar kantoor. Want onze kaartjes zijn niet aangekomen, omdat receptie van het kantoor toe was, wat heel raar is, maar oké, we weten er het fijne niet van. Het is mijn arm aan het kneden. Dus ja, bepaalde dingen die we moesten hebben zijn niet aangekomen. Maar dat is niet zo erg, want volgens de planning zou die pas morgen moeten aangekomen zijn. Dus we lopen wel op schema natuurlijk, maar toch. Daarom gaan we niet naar kantoor. Ik heb hier wel een hele tijd nog gewerkt. We hebben mails gedaan en zo, van op afstand dan gewoon, Celine en ik. Maar dat is allemaal gebeurd. We moesten nog wat dingen bij bestellen, dat is ook gebeurd. En nu ga ik naar de gym. Mijn hoofd staat er echt absoluut niet naar eigenlijk. Echt geen goesting om naar de fitness te gaan. Ik heb ook best wel wat hoofdpijn, ik denk van te wenen of zo. Dan krijg ik dat. Maar, Oscar, wil je aandacht? Ja, wil je aandacht? Maar misschien dat het wel gaat helpen met mijn gedachten wat verzetten. Want nu is het enige wat ik kan denken. Want nee, zelfs komt die video online binnen een uur en een half. Ik heb daar geen goesting in. Allee, ook niet in de commentaren en zo. Al sinds ik ga gewoon even sporten om mijn gedachten te verzetten. Ik denk gewoon dat ik iets ga doen wat ik graag doe. Abs en cardio, denk ik. Even goed zweten en abs. Voor de rest geen krachttraining vandaag. Want dat zit er gewoon niet in. Ik voel het niet. Dus dat wil ik niet doen. Oké. Ik ga nu naar de gym. Dan zie ik jullie waarschijnlijk straks. Sorry trouwens als ik niet heel veel te zeggen heb of te vloggen heb vandaag. Maar ja, het is thans wel echt zo'n mooie zonnige dag. Ik had wel iets leuks kunnen gaan doen, maar ja, nee. Ik ga fitnessen. Oski toch? Oski! Ben je schattig? Ja? Het allemaal vuiltjes aan u hangen van buiten. Klein duiveltje. Oké, de video is online. Het is gewoon zo kut. Echt kut. Maar iedereen is wel heel lief, dus. Maar het is gewoon niet leuk om zoiets te moeten delen. Ik wil dank jullie zeggen. Iedereen is heel lief tot nu toe. En we krijgen heel veel steun. Ik weet ook zeker dat Sam dat heel hard zal appreciëren.
Maar oké. Ik ga deze video afsluiten. Morgen en overmorgen, denk ik, komen er 2 video's. Of 1, ik ben niet zeker. Video die hiervoor is gefilmd. Dus dan weten jullie dat. Maar die ga ik gewoon laten komen. Maar dat is gefilmd voor deze video. En dan kan ik de draad terug een beetje oppakken. Komt goed. Het heeft gewoon zijn tijd nodig. En zoals in de video van met Sam ook gezegd, zit ik nog wel in de put met mezelf. Het gaat niet zo heel goed in mijn hoofd. En ik zit niet goed in mijn vel. Maar dat is voor een andere video. En als ik daar iets over wil zeggen. Ik probeer hard aan mezelf te werken. En dat staat momenteel op plaats nummer 1. Dus daar vertel ik misschien later wel eens wat meer over als ik er een beetje uit ben. Sorry voor mijn veel geween in deze video, maar het zijn harde tijden. Maar ja, ik zie jullie in de volgende video. Overmorgen.